Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Er trekken vandaag buienrestanten over het land in de vorm van bewolking en ook nog wat regenbuien. In het zuidoosten kan een enkele klap onweer voorkomen. In de middag wordt het tijdelijk wat droger en breekt wat vaker de zon door. Maar laat in de middag en vanavond volgen er vanuit het zuiden en zuidoosten weer een aantal stevige regen- en onweersbuien. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden op de Waddeneilanden eilanden en 23 tot 26, misschien plaatselijk 27 graden in het binnenland. De wind is zwak en veranderlijk, windkracht 2 of 3. Vanavond dus zoals gezegd een aantal regen- en onweersbuien vanuit het zuiden tot zuidoosten, verder wisselend bewolkt en een graad of 22. Morgen begint de dag op de meeste plaatsen denk ik droog, maar met, met wolken en wat zon. In de late middag en avond volgen er vanuit het zuiden een aantal pittige regen- en onweersbuien met kans op hagel en forse windstoten. Het wordt morgen warmer dan vandaag, 27 tot lokaal 31 graden. Dinsdag ook nog een paar regen- en onweersbuien, met name in de nacht en de vroege ochtend. Het wordt dan een graad of 24. Woensdag en donderdag een enkele bui, ook wat zon, en dan de middagtemperatuur rond 22 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerblaza.nl.